Het is zondagmorgen 6 uur. Het plein is gewikkeld in een rust. Terwijl de meeste mensen nog genieten van hun ochtendrust, staat hier de eerste groep klaar voor een voettocht naar ons lieve vrouwke in Den Bosch. Zo meteen vertrekken jullie naar Den Bosch en ik vraag jullie wat voor een boodschap willen jullie richten aan Maria? Nou, ik denk niet dat het zozeer iets collectiefs is, maar meer persoonlijk. Dat komt diep vanuit je hart en je gedachten en dat wil ik het ook bij laten. Ik wil wel één ding zeggen, dat ik niet alleen voor de parochie en voor pastor Theo de Wierik een kaarsje opsteek, maar ik ben gisteren toevallig ook geweest bij een mevrouw die is terminaal. Die zal binnenkort komen te sterven en ik heb gezegd in ieder geval bedankt voor je liefde en ik zal een kaarsje opsteken als ik op bedevaart ga naar Den Bosch. Op bedevaart naar onze lieve vrouw in Den Bosch om te bidden voor betere alternatieven voor onze parochie. Beter hè, dan hetgeen het bisdom met onze parochie Sint-Jans-Onthoofding op dit moment voor ogen heeft. Een bedevaart kan per fiets, auto, touringcar of met de benenwagen. Deze diehards kozen voor het laatste. Dat betekent wel 4 uur eerder opstaan dan de buspassagiers en op eigen kracht richting de kathedraal. Net nadat het licht geworden was, komen we ze weer tegen in de buurt van Helvoort. Ze hebben er dan ongeveer de helft op zitten. Tenminste, de helft van de heenreis. Terwijl de wandelaars hun weg richting 's-Hertogenbosch volgen, gaan wij terug naar Moerestel. Om 9:55 was het daar nog rustig, maar 5 minuten later was het plein gevuld met de 198 passagiers die zich hadden opgegeven voor de busreis naar de kathedraal. Het was een vlotte reis. Aangekomen op de parade in Den Bosch kreeg iedereen een kaarsje. Zo'n 400 mensen moeten met eigen vervoer, dus de auto of de fiets gekomen zijn, want de 500 kaarsjes waren in een mum van tijd uitgedeeld. Daarmee komt het totaal aantal deelnemers aan deze bedevaart op zo'n 600 personen. Uiteraard was er nog tijd genoeg voor een bakje koffie. Het is lange tijd niet zo druk geweest op de parade. Althans, niet op zondagmorgen om 11 uur. Hoe is de voettocht naar Den Bosch gegaan? Die is erg goed verlopen. We zijn om 6:10 vertrokken vanochtend. En om 10:30 waren we hier op de parade. Zitten we aan een kop koffie die we wel verdiend hebben. We zijn, aanvankelijk was het heel erg koud, maar gaandeweg kwam het zonnetje erbij en was het heerlijk om te lopen. We zijn met 6 mensen vertrokken, we hebben onderweg nog 2 mensen ontmoet uit Moergestel. Dus we zitten hier nu met 8 mensen. En dan in een lange stoet met z'n allen over de parade naar de ingang van de kathedraal. Natuurlijk de 3 gilden voorop. Nu weten we ook waar de kaars voor bedoeld waren. We steken allemaal een lichtje op om aandacht te vragen voor onze parochie. Of, zoals Will al aangaf, ieder om zijn eigen persoonlijke intentie. Aangekomen bij de kathedraal moesten de kaarsjes eerst weer gedoofd worden. Daarna vond een heilige mis plaats, waarin de voorganger een speciaal woord richtte aan de aanwezigen uit Moergestel. Opnames maken was helaas niet toegestaan. Een leuk detail is dat ook in de Sint-Jan kindernevendiensten worden georganiseerd. Vandaag mochten ook de Moergestelse kinderen uitdrukkelijk meedoen in Den Bosch. Om dit mogelijk te maken kregen de Bosschenaren hulp van begeleiders uit Moergestel. De prachtige kathedraal vormt samen met het bisschoppelijk paleis, ook gelegen aan de parade, het hart van ons bisdom. De Sint-Jan, of voluit de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist, is al van voor de 13e eeuw, maar is pas sinds 5 eeuwen de kathedraal van ons bisdom. Met 73 meter is de toren 2 keer zo hoog als die van onze kerk, die trouwens met de naam Sint-Jans-Onthoofding aan dezelfde heilig is toegewijd. Een deel van de Sint-Jan is apart ingericht als Mariakapel. Daar gingen we na de mis naartoe om tot Maria te bidden, maar ook om te luisteren naar en mee te zingen met ons kerkkoor, dat de akoestiek van deze kathedraal tot zijn recht liet komen met het prachtige Salve Regina.
Wij hopen dat de bedevaart leidt tot een goede toekomst voor de parochie. Denkt u dat het nut heeft gehad? Wij hebben waarschijnlijk toch iets unieks gedaan vandaag. Dat hele dorp, bijna dat hele dorp, zich aangesloten heeft bij initiatiefnemers, omdat we er allemaal in geloven. Of het datgene brengt wat wij graag zouden willen, dat weet ik niet. Ja, zeker. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik hoop dat het goed komt. Ja. Ik denk het wel. Ik hoop van wel. Ja. Ik hoop dat het gelukt. Ik denk dat het echt wel indruk gemaakt heeft. En als ze het nou niet willen luisteren, dan denken ze het nooit meer doen. Is gewoon zo. We gaan het niet meer kunnen doen, denk ik. Wij hopen dat Gods geest neerdaalt over het bisdom en een wijsheid schenkt, opdat men in een open dialoog tussen het bisdom en de parochies, met hun pastores, parochiebesturen en pastoraatsgroepen, tot een goede samenwerking komt bij het oprichten van de nieuwe parochie Oosterwijk. En niet alleen voor de nieuwe parochie Oosterwijk, maar voor alle parochies die in de toekomst samen moeten werken. Dat we moeten fuseren, begrijpen we allemaal. Maar graag met meer overleg en meer openheid. Laten we een rustpauze inlassen en dan opnieuw starten. Desnoods met een onafhankelijke bestuurder die alle wensen inventariseert en opnieuw met de betrokkenen om de tafel gaat zitten. We hoeven ons niet te haasten, want de nieuwe parochie Oosterwijk staat gepland voor 2018-2020. We hebben dus volop de tijd om rustig te werk te gaan en naar ieders tevredenheid resultaat te bereiken. Veel mensen hebben hun mening op de petitieformulieren neergeschreven. En op een nader te bepalen datum zullen we het bisdom de petitie aanbieden. Wij brengen u daarvan op de hoogte. Na de uitleg door Lia van der Zanden en de vendelgroet door onze gildebroeder ging iedereen weer terug naar Mogesten. Voor de wandelaars was uiteraard een plaats in een van de bussen geregeld. Maar twee wandelaars, de echte diehards, aanvaarden de terugreis zoals ze gekomen waren. Geheel op eigen kracht.